Donderdagmiddag 24 oktober was voormalig minister van Wonen, Wijken en Integratie op bezoek in de Rivierenwijk. Zij had in 2007 plannen om zogenaamde vogelaarswijken te verbeteren. Jaren later nodigt Pieter Noord mevrouw Vogelaar uit om te kijken wat er inmiddels allemaal veranderd is in de Rivierenwijk. Ja, het is heel toevallig tot stand gekomen doordat ik Pieter Noord ergens in Den Haag tegenkwam en we over de Rivierenwijk gingen praten. En toen zei hij van, god, als je het leuk vindt, kom dan nog eens een keer kijken. Toen dacht ik, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch om te zien dat er echt nieuwbouw gepleegd wordt in de wijk. En het ziet er heel erg mooi uit. Ah, geweldig, ik vind het ontzettend leuk dat ze kan komen kijken waar ze zelf ook... de aanzet toegegeven heeft. Hè? Gewoon zorgen dat deze wijken gewoon weer helemaal opgefrist worden en prachtig worden. We hebben haar, ik heb dan zelf in de kopgroep gezeten, maar we hebben goede gesprekken met haar gehad en we hebben ook verschillende dingen van haar voor elkaar kunnen krijgen. En zij is wel degene geweest die heeft aangezet dat we met z'n allen de schouders onder de wijken moeten zetten waar het gewoon wat slechter ging. En we maken het nu ook gewoon af. Dus ik denk dat Elle Vogelaar ook trots is op wat wij nu gedaan hebben in haar kielzorg. A hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in en rondom de Rivierenwijk. De zogenaamde kopgroep, die bestaat uit buurtbewoners, hebben zich bemoeid met de realisering van de plannen van mevrouw Vogelaar. Nou, dit is onvergelijkbaar met een aantal jaren geleden. Nieuwbouw, prachtige nieuwbouw, maar ook hier de bestaande flats zijn toch echt allemaal opgeknapt en door de bewoners zelf. Het ziet heel anders uit, geen vergelijk. Het ziet er absoluut veel mooier uit. Ja. Wat me ook opvalt is dat het groen, dat behoorlijk aangepakt is in de wijk. Prachtig park daar gezien met speelgelegenheid voor kinderen. En niet te vergeten, het tunneltje. Want dat herinner ik me nog ontzettend goed de eerste keer dat ik hier dus kwam. Dat de bewoners actie voerden voor dat ze wilden dat er een ondertunneling kwam van het spoor. Omdat daar groen achter ligt, waar mensen alleen maar met een hele grote omweg naartoe kunnen. Hier, dit is allemaal nieuw zowat. Ik ben net in een woning binnen geweest. Prachtige driekamerwoning met nog een royale zolder. Nou, het lijkt me heerlijk om daar in te kunnen gaan wonen als bewoner. Alles spik en span nieuw. Er werd onder meer stilgestaan bij de Amstellaan, de tunnel onder het spoor, de nieuwbouw op het Deltaveld en bij Bombari in de Rivierenwijk. Een speciale serie activiteiten voor kinderen en jongeren op het Deltaplein. Er was een zeskamp, talentenshow, voorlezen voor de allerjongsten. En in de kelder van Don Bosco was er een middag die in het teken stond van Girl Stuff Only. Dit wordt echt een prachtige wijk. Dit is eigenlijk alweer een prachtige wijk. En er gaat nog zoveel meer gebeuren. Later wijzen naar je vader en zeggen dat hij alles. Begin oktober is er gestart met de bouw aan de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. In deze tunnel komt een kunstwerk te hangen. Drie kunstenaars gingen de strijd met elkaar aan om zijn of haar kunstwerk in de tunnel te mogen plaatsen. Stefan Venbroek is de uiteindelijke winnaar geworden. Ik ben eigenlijk gevraagd door het Kunstlab. En de gemeente Deventer zocht kunstenaar voor het project in het spoorproject in de Rivierenwijk. En zodoende ben ik geselecteerd. Onderdeel van de opdracht was om mensen uit de buurt bij het kunstproject te betrekken. Dus daarom leek mij het leuk om met mensen te portretteren, omdat ik altijd al met portretten bezig ben van mensen. Er zit eigenlijk wel een verhaal in. Het gaat eigenlijk van jong naar oud. Dus ik heb wel in het begin van het kunstwerk, het zijn hele lange kunstwerken. En in het begin heb je hele jonge mensen, dus kinderen die net geboren zijn of net naar school gaan of wat dan ook. En uiteindelijk zie je gewoon oudere mensen op in beeld met alle levensfasen ertussenin. Je begint dus eerst met schetsen en dan uiteindelijk ga je iets meer met kleurwerken ook.
Dan is de volgende stap om foto's te gaan maken dan. Je moet natuurlijk alle mensen erbij betrekken. Dus beeldmateriaal schieten. Dan ben ik begonnen om de foto's te selecteren, de beste foto's. En dan ga je gewoon beginnen met tekenen. Eigenlijk gewoon de tekeningen. Je gaat de mensen van de foto's natekenen. Toen ben ik begonnen met de achtergronden te gaan schilderen. Heel veel verschillende variaties gemaakt en kleuren uitgeprobeerd. Wanneer ik klaar ben met alle, het ambachtelijke werk, zeg maar, ga ik alles inscannen. En dan werk ik met Photoshop, ga ik een compositie maken, een digitale compositie. Het kunstwerk van Stefan Venbroek is april volgend jaar te bewonderen in de nieuwe spoortunnel. Vandaag in Kijk op de Rivierenwijk nemen we een kijkje bij de bouw van de langverwachte spoortunnel. In opdracht van ProRail wordt er gewerkt aan het inschuiven van een fietstunnel onder het spoor in de Deventer Rivierenwijk. Nou, vandaag wordt er de tunnel ingeschoven. Het is een fiets-voetgangerstunnel die de Rivierenwijk verbindt met het sportterrein Riele Enk en bij het ziekenhuis. Wij schuiven die betonmoot in. Dat betekent dat we hem een klein beetje optillen, centimeter of 2-3. En dan over zogenaamde schuifbanen de sporen inschuiven. Met een snelheid van, ja, een beetje afhankelijk, maar 2-3-4 meter per uur. Nou, als iedereen goed oplet, dan zien ze zo langzamerhand het naar zich toe komen. Maar we hebben daar ongeveer 4 uur voor gepland. En zoals nou lijkt, gaat het allemaal iets sneller gaan. In 2006 werd de oude spoorwegovergang verwijderd vanwege onvoldoende veiligheid. Daardoor zijn bijvoorbeeld het ziekenhuis en de Rieler Enk niet goed bereikbaar. Een aantal jaar geleden is er een bovengronds of een spoorwegovergang weggehaald op ProRail in band met de veiligheid. Dus er is heel veel vraag toegekomen van de buurt, van de Rivierenwijk, van kunnen we een extra tunnel hebben hier? Je kan weer makkelijker naar de andere kant komen gewoon op de fiets. Vroeger was er al een overgang. Heel jammer dat hij toen weg is gegaan. Ook wel logisch. Maar ik ben wel heel blij dat het nu weer een tunnel is. Het is gewoon veel makkelijker. Je kan ook eens een andere route nemen dan alleen over de oude Badmenseweg. En gewoon deze onderdoorgang. Ja, die kant, daar kom je eigenlijk weinig als je hier woont. Veel mensen uit de Rivierenwijk gingen altijd over die overgang en wandelden dan bij de Douwela Kolk. Liet daar een hondje uit en genoten daarvan de natuur. En dat was niet meer mogelijk. Want even een rondje naar het park, zo even rond. Nou ja, dan moest je zeker meer dan een kilometer om. Nou ja, dat valt niet voor iedereen meer mee. Nadat de tunnel is ingeschoven, moet er nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het maken van een pompput voor regenwater dat in de tunnel valt, een geluidsscherm, leuningen en verlichting en een geasfalteerd fietspad. Volgens de planning van aannemersbedrijf Hegeman is de tunnel in december 2013 gereed. Het kan zijn dat een aantal werkzaamheden door slecht weer pas later uitgevoerd wordt. Net zeiden ze al van misschien januari, februari, maar dan was het nog niet afgewerkt. Maar de opening was in april. Dat hoorde ik dus. Verder zien we wel. We verwachten dat afhankelijk van de exacte uitvoering dat we in april 2014 de officiële opening gaan doen. We hopen dat dit jaar de eerste fietsers er allemaal door kunnen. En zoals nou lijkt, gaat het allemaal iets sneller gaan.